Hallo mensen, we zijn weer een nieuwe Skyrim livestream. Geen intro. Sorry, ik gebruik OBS en dan krijg ik geen videobestanden inputten. I don't know man, maar het is wel 60 fps. Dus be happy. Want het is vloeiend as fuck. Denk ik. Hoop ik. Maar in ieder geval, welkom iedereen jongens. Welkom Donut, welkom Jot, Ultimate Jeroen, welkom Jan, welkom Stannetje, welkom Gamer Probice. Welkom Koenstar. Welkom Noah, welkom Jusselcat Sam, welkom Hatchy, welkom Xmokro. Welkom Mehmet, welkom de Mr. FR, welkom Mr. Timo. Oh. Ah. God damn it. Goed, waar waren we? Waar waren we eigenlijk ook alweer? Want dit kan ik me eigenlijk totaal niet... Ik heb totaal niet teruggekeken waar we waren. Weet iemand waar de fuck we gebleven zijn? We zitten in ieder geval in... Au, au, au! What the fuck? Lydia, what the fuck are you doing? The fuck are you doing? Oh, hetzelfde was... Oh, oké, no problem. No problem. Sup, Jusselcat, Sam, how you doing? Oeh. Oké, wacht even. We gaan terugkijken. Quest. Retrieve the horn of Jürgen Windcaller. Boy, toch nog een keer moe van die namen. Nou, ik vind dat het wel bij. Volgens mij moet ik gewoon gaan rennen, of niet? Hoe ren ik ook weer? Het is elke keer weer hetzelfde. Ik moet elke keer de controls weer terug zien te vinden. Is het control? Alt? Alt, alt is het. Oké. Okay. We gaan ervoor. Oh nee, spinnen. Niet weer een spin. Oh god. Get down, spider. Oh shit. Fucking sit down. Frostbite spiders, yo. Hukka. Heel. Lydia, come on. Do it, Lydia. Je bent een son of a bitch. Oh! Sit down. Oké. Goed, we leven nog. En dan met... Nee, met E, met Q. Met Q kan ik switchen van... Het is elke keer weer. Dat ik moet gaan kijken wat de controls ook weer waren. Sorry. Welke screen recorder? Ik gebruik Dexstory, yo. Ik gebruik Dexstory. Dickstory. Sorry. Ik heb die grap vroeger zo... Ik heb die grap vroeger zo vaak gemaakt. Jesus Christ. Dit wordt de beste cast ever. Ik kan het je zo vertellen. Dit wordt de beste cast ever. Ik ga zoveel fouten maken in mijn Nederlands. Oh, wooden door. I'll take it. Boyd speelt wat hij wil. Als je het niet leuk vindt, kan ik precies. Just like that, Sam. Dank je. Dank je. Ik speel wat ik speel. En er zijn... wacht even. Jim gaat live. Kills TV Dutch is live. Een gamekanaal is live. Noem het allemaal op. Er zijn genoeg dingen die je kunt kijken als je niks aan vindt. You're welcome. You're welcome, man. Oké, goed. Oh, een goede dag, schotel. Hi. Yay. Sup, Danny. How you doing? Goed. What the fuck, waar zijn we? Wacht even. Ja, Lydia, zoek het even uit. What the fuck moeten we hier doen? Fail to retrieve the horn. En dan... Oh, god. Oh, god. Read the note and meet whatever take the horn. Whoever took the horn. Meet whoever took the horn, okay. Dragonborn. I need to speak to you urgently. Rent the attic room at the sleeping giant in Riverwood. And I'll meet you, a friend. Ik heb geen vrienden, maar ik vind het prima. Oké, we moeten terug naar Riverwood. Boudoni. En volgens de map kan ik het beste hier langs lopen. Ook al zou ik eigenlijk zeggen ik loop terug. Maar oké, we gaan hier langs. Want weet je, de map zegt ons dat we daar naartoe moeten. Dus wat de map zegt, de map heeft altijd gelijk. Kijk maar naar hoe heet het programma ook weer? Dora. Kijk maar naar Dora. De kaart heeft altijd gelijk. En wie vertrouwt er op Dora? Nou, ik vertrouw. Ik vertrouw mijn hele leven op Dora. En het heeft gewerkt. Wat? Goed. We looten gewoon even deze chest en dan zien we wel. Oh, we hebben een nieuw zwaard. Oh, wait a second. Is dit het zwaard beter? Imperial sword.
Iron Greatsword. Maar we hebben een klein zwaardje. Maar we moeten niet een Greatsword. Want een Greatsword is te groot. Voor mijn zwakke armen. Steel Dagger. Gay. En de rest, de rest is eigenlijk gewoon hetzelfde. I love Dora. Yeah, me too, Mehmet. I love Dora too. Als je iets vindt, moet kijk. Als je iets vindt, moet kijk dan eerst even goed op de kaart. Oh, I see. Als je iets vindt, moet op de kaart. Op de kaart, op de kaart, op de kaart. Op de kaart, op de kaart. Oh god. Oh shit, ik loop weer. Ik heb inderdaad een inventory mod, voor de mensen die het niet weten. Ik heb een aantal mods geïnstalleerd. Ik heb texture mod, kijk. Zie je de textures? Zie je ze? Ze zijn prachtig. Het zijn prachtige textures. Het ziet er eigenlijk gewoon precies hetzelfde uit. En hetzelfde geldt voor Sweet FX, wat ik ook geïnstalleerd heb. Doet helemaal niks. Het doet gewoon helemaal niks. Oké, mooi. We hebben nog geen drops vandaag. Dus dat is... Laten we hopen dat het internet gewoon gefixt is, randomly. Laten we het gewoon hopen. Laten we het gewoon hopen. Sap. Wie was het ook weer? Shade of Dark. How are you doing, bro? Activate the lever. Stel je nou voor dat dit in real life... Het is niet echt... Het is... Het is zo random. Het is zo random, like... Je probeert iets te verstoppen, waarschijnlijk een schatkamer of zo. En dan zit je... de lever naast de deur. Fuck the logics, right? Het is van... Ja, nou ja... Zullen we anders onze schuilplaats gewoon in een steen maken? Laten we dat gewoon doen. Oké. Maar... We moeten iets hebben om de steen elke keer te kunnen openen. Laten we een lever naast de deur neerzetten. Zodat niemand de schuilplaats vindt. Nice. Het zijn wel echte snuggers hier. Even kijken. Burning urn. Urn. Oh, empty. Willen we kaarsen meenemen? Ik denk het niet, hè. Oh, goeiedag. Hallo. Hallo. Dat die ook op het echte... I know. Kijk, het leuke is dat ik die mod zelfs geïnstalleerd heb. Dat alles zo best wel mooi eruit ziet en zo. Alleen. Nope. Nope. Gold. More gold. More gold. More gold. Nice. Oké, we kunnen verder. Goed, we moeten naar Riverwood en we moeten daar slapen. Gaan we eigenlijk wel goed? Daar moeten we naartoe? Is dat het idee? Dan moeten we dus die kant op. Oh, wait, what? We moeten die kant op? Oh, we moeten hier naartoe. Oké, dan moeten we hier... Ik zie wel, fuck it. We gaan gewoon ergens naartoe. We lopen goed. We lopen goed. Oké, deze kant op. Deze kant... Oh, dit van trouwens de mensen die Click to Tweet willen gebruiken. De Click to Tweet link staat er nog altijd. Appreciate it. Want jullie supporten de stream. Echt super bedankt. Als je geklikt to Tweet hebt, zeg het dan even. Want dan krijg je een shout-out of zo. Dan krijg je, dan wordt je naam gezegd in de stream. I don't know, dat is het enige wat ik aan kan bieden. Goed, een potion of stamina. Wat? What just happened? Ik hoor een fucking weird geluid. Alsof er iets omviel of zo. I don't know. Nou ja, het zal wel niks geweest zijn. Goed, oké, we gaan terug. Backstory is niet gratis, nee. Sup Jorn, how you doing? Bij mij gaat prima, dankjewel voor het vragen. Appreciate it, guys. Welkom iedereen. Trouwens, ik vind het awesome dat jullie weer zijn. Op deze prachtige mooie maandag. Maandag. Maandag is altijd de zwaarste dag. En voor mij, vandaag is het de gestreste dag. Ever. YouTube stuff. YouTube stuff. Meestal is YouTube stuff wel leuk. YouTube zakelijke crap, sorry, regelen. Maar dit was echt bullshit. Dit was bullshit. We moeten naar... Waar de fuck zijn we? Waar de fuck zijn we? Pizza, you bitch. Ik ga het niet zingen, pizza. Fuck you. Niemand mag Dora. Niemand mag Dora in een kaartlied. Waar de fuck ben ik? Like, ik ben toch gewoon buiten? Dan kan ik nu toch gewoon...
Hustengraf. I don't get it, man. We lopen gewoon. We zien het wel. Ga naar world map. Ik zit toch al op world map? Oh, there we go. There we go. Remove it. Thanks. Thanks. Oké. Ik had het bijna gelopen. Dus het is goed dat je het zei. Waar de crapperoni moesten we ook weer naartoe? We moesten naar... Whiterun. En waar de fucking... Crap, sorry, was Whiterun ook alweer. Oh god, waar zijn we? Waar zijn we? Wait, hier is de berg, dan is hier Whiterun. Riverwood. Moesten we naar de Whiterun of de Riverwood? Riverwood. Waar de fuck moesten we naartoe? Sup, Kaiamite, zou je doen? I don't know. Whiterun? Volgens mij was het Whiterun. Is er iemand Bout? Yo, Kenneth! Mijn naam is Bout. Blijkbaar. Moesten we hier wel naartoe? Oh god. Shit. Er stond iets op het briefje. Riverwood. I'm fine, thanks, Kaimites. Welcome, bro. Riverwood, wel Riverwood. Oké. Okay. Ik faal als een baas. Er staat iets op een briefje en ik vergeet gewoon wat er op een brief staat. Oh, mijn paard! Is dat mijn paard? Diterto's horse! Ik was vergeten dat ik een paard had. En Lydia. She wants the D. She wants the D. Is mijn webcam trouwens scheef of is hij goed? Oké. Okay. Rivierhout. We moesten naar Rivierhout. Oké, okay, we zijn in Rivierhout. Wapen naar beneden. Wapen naar beneden. There we go. There we go. Oké. Okay. ik was bijna op een random paard geklommen. Maar het is wel mijn paard. Het is mijn paard. Oké. Okay. Goed. We moeten naar de inn toe. Bla bla bla. Dit is de inn. There we go. There we go. You guys. Nice. Goeiedag mevrouw. Delphine. I would like to run. Ik wil graag in de attic wonen. Omdat fuck bitches. We don't have an attic room. But you can have the one on the left. Make yourself at home. Iemand vertelt mij. Een goede vriend nog wel. Vertelt mij. Yo, ga naar Riverwood. Want daar heb je een fucking mooi hotel. En daar kan je dan slapen in die attic. Ze hebben niet eens een attic. What the fuck? Thanks, friend. You're such a good friend. Jij blijft buiten. Lydia. Lydia. Ik wil me omkleden. Dank je. Goed, waar waren we? Whatever. Oké, okay, wat moesten we hier doen? Wow, wie ben jij? Wow. So you're the Dragonborn. I'm the Dragonborn. What the fuck? Ja, dank je. Oh, ik heb... Ching, ching! En zo... Geef maar hier. Sing! Ik ga je vermoorden. Nice. Oké, okay, moeten we haar volgen? We gaan wel op de langzame loopmodus, want dat ziet er cool uit. Kajit! Close the door. Close the door, Lydia. Lydia! Lydia! Dat is altijd wat ze doen, misschien. Oeps. Sing. Zoom. Close the door, Lydia. Moet ik het weer doen. What the fuck? Oké. Okay. Close the door, Lydia. Close the goddamn door. Ik heb Warframe al geprobeerd, jazekers. Ik vond er niks aan. Book of the Dragonborn. Laten we even... Open het boek. The Greybeards seem to think you're the Dragonborn. Ik ben de Dragonborn. Jazekers. The Greybeards are right. I am the Dragonborn.
you'll forgive me if I don't assume that something's true just because the Greybeards say so. Ja, ik kan het laten zien. Ik kan echt gewoon de grootste spuugbal in je gezicht blazen. Dat wil je niet weten. Wil je nog steeds weten dat ik de Dragonborn ben? What do you want with me? I needed to all this trouble on a whim. I needed to make sure it wasn't a Thalmor trap. I am not your enemy. I already Sup, Yugi, how you doing? I'm actually trying to help you. I just need you to hear me out. Oké, okay, ik luister wel. Whatever. Dit is mijn Diterto voice, hè? Diterto. Well, someone like you for a very long time. Oh cool. Really are Dragonborn, oh cool. Before I tell you any more, I need to make sure I can trust you. How do I know I can trust you? Oh, dit is niet meer de Diterto voice. Sup, Sarko, ik zou je doen. Sup, iedereen. Welkom trouwens. Welkom iedereen die nu even randomly binnenkomt. Welkom, hi. Waar waren we? Wat zei ze net? Why did you take the horn from the Eustagraph? I knew the Greybeards would send you there if they thought you were Dragonborn. They're nothing if not predictable. When you showed up here, I knew you were the one the Greybeards sent and not some Thalmor plant. Ja, nou weer. Poeh. Het ziet samen gespierde armen natuurlijk. Why are you looking for the Dragonborn? You remember what most don't. That the Dragonborn is the ultimate dragon slayer. I am the Dragonborn. Sup, Master, how you doing? Can you do it? Can you devour a dragon's soul? I can devour a dragon's soul. Yes! That's how I was first learned I was the Dragonborn. Diterto. Diterto. Ik heb eigenlijk geen flauw benul wat ik wil zeggen. Dit heb ik eigenlijk al gevraagd. What's the port you're not telling me? Oké, sorry. Fuck you, ik heb geen zin om met jou te praten. Echt waar. This is your destiny. Yes. Something's happening to bring the dragons back to Ja, ja, ja. And I need you to help me stop it. Do you know how crazy this sounds? A few years ago, I said almost the same thing to a colleague of mine. Well, it turned out he was right and I was wrong. Ja. I know they are. I visited their ancient burial mounds and Zeg maar, ik mis een beetje welk knopje, welk zinnetje mij door laat gaan met het verhaal. Want ik kan wel op alles drukken en ik vind eigenlijk niet alles interessant. Zeg maar, ik probeer mijn eigen verhaal te maken, maar blijkbaar blijft ze maar om hetzelfde vragen. So, where are we heading? Oké. Daar gaan we naartoe. Fuck dat, we gaan er naartoe. Lydia! Get out of the way, you son of a bitch. Ja, als Lydia me aan de kant laat, dan mag dat zeker inderdaad. Moet ik leiden? Oh, oké. Okay. Whatever. Kom maar hoor. Oké, we jatten gewoon even wat appels mee. We jatten gewoon even wat wijn mee, omdat het kan. Een iron dagger. Ze zien het toch niet. Je kunt meestal gewoon op de onderste... Oh, oké, dat is een nice tip. Dat is een nice tip. Want ik klikte op dingen waarvan ik echt dacht dat het, zeg maar, interessant was. Maar blijkbaar vond het game dat het eigenlijk gewoon totaal niet interessant was. En ik had eigenlijk gewoon de onderste moeten kiezen, want anders ga ik niet verder met het verhaal. This is Sparta. Sing. 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 Swing. Oké, waar is dat stadje waar ze het over had? Return. Hier moesten we naartoe. You have not discovered this place yet. Kan ik hier naartoe? Ja, we kunnen in ieder geval naar Faldheim Towers. Towers. Je kan gewoon zelf opzoeken hoeveel Dexter equals. Dat is niet heel moeilijk. Oké, pakken het paardje. Die Tertus horse. Let's go. See you, Lydia. Fuck you, Lydia. Niemand mag jou. Sup, Timo. Hoe je doen? De prachtig mooie Skyrim muziek is zo nice.
Ik vind alleen dat de Skyrim muziek er te weinig in voorkomt. Maar dat kan aan mij liggen. Het kan ook zijn dat het aan mij ligt. Dat het zo lijkt. Ga ik eigenlijk wel de goede kant op? Vraag ik mij dan af. Ik ga zeker weten de goede kant op. Ka-ching! Kom maar op, jongens. Wie mij op het wie op mijn pad komt, die zal bloeden. Want Diterto is een geweldig strijder op een paard. Kijk hem humpen dan. Oké, waar de fuck moeten we heen? Ik denk deze kant op. Kan dit paard door het water? Jazeker. Dat kan ze. Het is een geweldig paard. Het is Diterto's horse. Wie wil niet Diterto's horse? Het is amazing. Het is amazing. Oh shit! Oh shit, oh shit, oh shit. Rennen. Die giant gaan we niet aanvallen, want die giant one hit mij. Sup Zekro, how you doing? Sup Master? Master, je hebt al high gezegd. What the hell, bro? En sup gamer, how you doing? Oké. Okay. Kijk die fucking paard! I'm just chilling, man. I'm just a little bit stoned. Sup, Buklax, zou je doen? Ren! Oké, we zijn er bijna. We moeten naar het stadje genaamd... Kynesgrove. Diterto. Hiya! Sup, KFN. Jullie hebben allemaal hi gezegd. Sup, Bas, zou je doen? Peace out, Jeroen. Bedankt voor het kijken. Ik appreciate dat je er was. Ik vind het jammer dat je vroeg weg moet, maar... Kan niet anders, bro. Kan niet anders. Je kan niet alles hebben. Je kan ook niet alles hebben, weet je. Oké, gewoon deze weg volgen, denk ik. Sup, Max, zou je doen? Welkom. Ah, onze eerste slachtoffer is nabij. Ching. Oké, we rennen eerst weg. En dan draaien we gewoon om. Waar ben je, Wolfie? Ching. And it's dead. Dan gaan we even afstappen. Want dan gaan we even kijken wat de fuck die allemaal heeft. Sup Dutch, name numless guy. Een wolfpelt. Sure, whatever. We hebben nog ruimtes. Fuck bitches. Oké, we volgen gewoon de route en dan komen we uiteindelijk wel bij Krasnikanov. Dat klinkt net als een fucking Russisch stadje of zo. Sup Aliem, how you doing? Oh, crap! Wolf fighting time. Ka-ching! Ka-ching! Ka-ching, ka-ching, ka-ching. Ik moet heel snel met mijn muis in en weer, anders dan kan ik niet snel genoeg draaien. Die, wolves. Diterto is hier. Om jullie af te slachten. Oké, we hebben een splitsing hier. Even geduld. Ho, 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 paardje. Ho, 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 ho. Rustig aan. We moeten hier over het water heen. En dat is eigenlijk linksaf. Dus eigenlijk moeten we hier... Is het hier al? Het zou hier ergens moeten zijn. Oké, we gaan hier naar beneden als het kan met deze paard. Oh! Deze paard kan in ieder geval makkelijker naar beneden dan dat ik kan. Kan mijn paard zwemmen? Een beetje. Oh, dit is best wel realistisch. Oké, nice. Dat is pretty cool. Lydia is een beetje... Oh, Lydia is er gewoon! Wat een fucking... Holy balls, ze gaat als een malle. Ze gaat als een malle. Nee, Lydia is een beetje een over-attached girlfriend. Eigenlijk. Ze is een beetje een over-attached girlfriend. Ik kan er ook niet zoveel van maken, maar ze... Ze stalkt me. Ze stalkt me een beetje. Maar goed, whatever. Whatever, we lopen er wel even een stukje. So, BRG Jones, how you doing, bro? Oh, hier zijn we al. There we go. Mooie geizers hier zo. Lekker warm. Lekker warm zo. Kynesgrove discovered. Diterto just discovered Kynesgrove. So, Matthijs, how you doing? Ik heb ooit een beugel gehad. Jazeker. Ik heb er twee gehad zelfs. Ik heb er twee gehad. Yep. Oeh. Mooi weertje niet. Oh, die dragons. Where's the dragon? A dragon is attacking Kynesgrove? No, not yet. It flew over the town and landed on the old dragon mound. I
don't know what it's doing up there, but I'm not waiting around to find out. Elder Scrolls Online, ik moet je vertellen dat ik helemaal totaal niet excited ben voor die game. Zeg maar, de hele stijl van Elder Scrolls Online vind ik helemaal niet mooi uitzien. De gameplay daarentegen ziet er wel interessant uit. Het is een MMO en het is een Bethesda MMO. Oh, Delphine is me ook gevolgd? Oké, I'm ready. I'm ready, man. Die Terto is horse. Blijf staan. We komen hier straks wel halen. Oké. Okay. Ja, loop door dan. Bitch. Ze stopt speciaal om mij te vertellen. Yo, Lydia. Je loopt echt niet door, man. Kom. Oh, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Oh, god. Ik zie hem al. Het is de dragon. De dragon. Oké, okay, volg de route. Volg de route. Vervolgen... Hoe heet ze ook alweer? Die bitch. Delphine. Oh, no. Oké, okay, stealthy. We gaan blijkbaar stealthy modus. Rustig, de draak heeft ons nog lang niet gezien. Eigenlijk wel. Maar toch. Oh shit. Pickpocket Delph. Quick save, quick save. Goed punt. Goed punt. We hebben hem nog niet gevochten. Oké. Okay. What the fuck is dit? Oh god, oh god, oh god, oh god. Wie is Alduin? Let's watch and wait. What's happening? What's happening? Oh, really? Like, what the fuck is that? I'm scared, I'm scared, I'm scared, I'm scared, I'm scared. Zekakanir. Kali Mirer. Vuluzadovakin. I'm scared. I'm scared. Kill the dragon Solakanir. Is dat die of is dat... Welke van de twee moet ik nou killen? Oké, okay, weet je, we pakken onze pijl en boog en dan schieten we gewoon op beide. En dan zien we welke boos wordt. Oh, dat was hem. Dat was hem. We hebben de goeie. Oh, meteen slaat de stemming om in een enorm gevecht. Met een draak genaamd Solnoknir. Ja. En dan komt de epische Skyrim music. Ik weet niet, kunnen jullie alles goed horen trouwens? Want dit is de echt epische moment, jongens. Auw, 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 auw. Is het... hoe doe ik mijn... Crap! Oh, rennen! Rennen, 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 rennen! Hoe doe ik mijn Fushroda ding ook alweer? Die, you motherfucker! Oké, okay, wacht even, switchen. Dan ze... Imperial Longswords. Ja! You son of a bitch! Dragon of Dawn. Die! Die! Oké, dankjewel, standetje. Oké, 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 oké. Longbow. Oh, nee, 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 nee. Chill down, bro. Chill down. Ik aim in zijn ass. Ik ga hem in zijn ass harappen. Dat doet waarschijnlijk meer damage. Gevoelige plek. De anus is de gevoeligste plek van een draak. Misschien wist u het nog niet, maar het is wel echt zo. De anus is echt een hele gevoelige plek. Ha! Disrupted, bro. Victory! Wie heeft er getwijfeld aan mijn kunnen? Want ik kan gewoon draken verslaan. I am the Dragonborn. I am the Dragonborn. Zo aan zijn staart trekken ze. Hé, hey, meneer. I am the Dragonborn. Yes. Dat zei ik al vanaf het begin. Bedankt dat je me geloofde. I owe you some answers, don't I? Yep. Go ahead. Whatever you want to know. Nothing held back. Precies, want ik kan je vermoorden. Op een hele cruele wijze.
Woe. Boyd draakjeverslager. Nice. Who are you and what do you want to do with me? What do you know about the dragons coming back? Not a damn thing. I was just as surprised as you to find that big black dragon here. Okay. I've seen the dragon before, the one that got away. Really? Eigenlijk niet, maar... Tenminste, volgens mij heb ik nog nooit die draak gezien, maar... Hey. Okay. Interesting. It was the one that attacked Helgen when Ulfria escaped from the Imperials. Who are you? What do you want to do with me? The last members of the Blades. A very long time ago, the Blades were dragon slayers, and we served the Dragonborn, the greatest dragon slayer. Zijn er geen commercials? Hmm. Zit een beetje over mijn carry dingen zijn, maar... Hey, we strompelen het hele stukje wel, oké? Okay? We strompelen het hele stukje wel. Wat wil ik nou weer weten? Ik heb geen vragen meer. What's our next move? Misschien moederdraak? Just saying. Ik heb al één keer een draak verslagen, toch? Before the Great War, the Blades helped the Empire against the Thalmor. Ik die... Wat de hoe ben ik van plan om al die namen te gaan onthouden? Oh man. Thalmor, Delphin, Lydia. En al die rare stadsnamen en al die namen van de draken en weet ik wat. Ik heb geen flauw benul meer. Ik ben zo confused right now. Ik geef flauw benul waar het verhaal nu gaat. Ik kende het verhaal voor het stukje wat we hebben gespeeld. En nu begint het langzamerhand een beetje in één grote brei te worden van... van dingen. Oh crap. Skyrim is weakened. The Empire is weakened. Who else gains from that but the Thalmor? Who is the Thalmor? Blah, blah. Fuck, ik heb nog steeds niet genoeg gepraat met haar. Ja. I don't actually give a fuck, but yeah. Ik ben zo interested. There we go! Finally! Damn it! Zeg maar, het is leuk als je het verhaal begrijpt dat je dan met haar gaat praten. Maar ik ben nu zo ver dat ik eigenlijk geen flauw benul heb over wie ze het of wat ze het hebben. Fucking hell. Oké, fair enough. Goed, ik heb te veel crappy. Dus ik moet even iets steel armor. Drop. Dat is R drop. Oké. Wat voor armor heb ik aan op dit moment? Heb ik nou nog wel iets aan? Oh fuck, het is mijn eigen armor! Oké, take. Ik wil mijn eigen steel armor weer aan. Ik dacht dat ik die niet aan had. Nou ja. Steel armor. Waar ben jij? Waar ben je steel armor? There we go. You are carrying too much. R. 50? Holy balzeroni. Jesus fuck. Deze is 10. Dan droppen we die. Imperial sword. Iron great sword. Kan allemaal weg. We willen wat ruimte. War axe. Fuck bitches. Nog een war axe. Oké, we hebben genoeg. Nice. Goed. Ja. Waar moeten we nu naartoe? We moeten nu toe. Weer terug naar Riverwood? Wacht even. Wat is onze quest right now? Wat, laten we even saven, by the way. Ik zie mezelf wel weer ergens falen. Oké. Hoe oud moet je zijn voor partnership op YouTube?
Je moet 18 jaar zijn. Of je moet toestemming hebben van je ouders. En dan is het geloof ik 13 jaar. Volgens mij. Maar dat weet ik niet zeker. Even kijken. Wat is onze main quest? Is dat de grootste? Deze? Return the horn to Angier. Angier. Geen flauw benul wie dat is. Maar we gaan naar Riverwood, want hier staat iets van een tekentje. We gaan terug naar Riverwood, want we gaan met Delphine praten. Ik weet niet hoe snel ze er is gekomen, want ze was net... Twee seconden geleden was ze bij me. Maar nu ben ik hier, dus... Geen enkel probleem. Delphine! Kom eraan. Come along, no more stops. Sorry meneer, Jesus Christ. Ik wist niet dat je boos werd omdat ik mijn wapens uit had. Fucking hell, ik doe het ook maar per ongeluk. Hè? Huh? We got rooms and food. Drink too. I cook. Ain't much else to tell. Fucking son of a bitch. Ik wil die gast straks gewoon... Oh wait, we gaan de kast weer in. Lydia, jij wacht. Zo. Hi, we zijn alleen. Overly attached. Kunnen we niet gewoon naar binnen? Dus wat is het plan? The Thalmor ambassador, Elenwen, regularly throws parties where the rich and connected cozy up to the Thalmor. I can get you into one of those parties. Once you're inside the embassy, we gaan party doen. Nice. Party time. Peace out, Sarkox. Bedankt voor het kijken. Lekker slapen, bro. Moet het in-game geluid harder? His name is Malborn. Wood elf. Plenty of reason to hate the Thalmor. You can trust him. Sup, Clear Sar, how you doing? Word for him to meet you in solitude at the Winter. You know it? While you're doing that, I'll work on getting you an invitation to Elenwen's little party. Meet me at the Solitude Stables after you've arranged things with Malborn. Maar maakt het prima, dankjewel de Tribute Master. Hoe gaat het met jou dan? Een beetje stressvolle dag gehad, dus... Klein beetje harder. Het in-game geluid moet harder. Kan geregeld worden. Kan geregeld worden. Ik weet niet of dit werkt, maar we zullen het zien. Je moet boeken lezen, dan kan je level up gaan. Fuck die boeken, bro. Fuck die boeken. Fuck it. Dan moet ik precies weten in welk boeken wat staat. Dan moet ik het helemaal doorlezen en bladeren en zo. Ik lees niks. Ik lees geen boeken. Goed, we moeten... Even kijken. We moeten dus gaan infiltreren. In een of andere dinges. Ik weet niet hoe het heet. It seems that things are worse than even Delphine thought. Dragons aren't just coming back to life, they are being resurrected by other dragons. Delphine suspects that the Thalmor might be bringing dragons back from Sinister's purpose. She is going to help me infiltrate to Thalmor's ambassador's manor. Daar gaan we dus naartoe. Wat het idee is dat... De draken worden dus weer tot leven geroepen. En... Wij denken dat die Thalmor guys erachter zitten of zoiets. En dan moeten we dus die ambassadeur gaan binnentreden. Stop, Firen, how you doing? Geluid is perfect. Ik heb nu het geluid net iets harder gezet. Dus ik hoop dat het voor jullie beter is. Ik weet het zelf niet, maar... Zullen zien. Ik moet nog een manier vinden om daadwerkelijk te... Oké, moeten we hier naartoe? Hier zijn we toch al een keer geweest. Is dat waar we echt naartoe moeten? Ik denk het wel. Sure. Oké, dan gaan we daar naartoe. Sup, gamer. Ik heb jou al begroet, jongen. Welkom. Wat is het probleem met het geluid? Ik heb het geluid op best wel hoge kwaliteit staan. Misschien dat het probleem is. Zijn er problemen met het geluid?
Want het geluid is het belangrijkste van de hele fucking stream. Zo ongeveer. Like, je moet naar mijn sexy stem proberen te luisteren de hele stream lang. Dat is nogal vervelend. Ik begrijp het. Ik begrijp het. Oh, we zijn terug. In Man's Cave. Goeiedag, Wolfgar. Ik stoor je toch niet, meneer? Meneer? Ik sta echt zo te poken, zo. Oké, we moeten deze kant op. Het is perfect. Oké, dat is goed om te horen. Dat is goed om te horen. Deze kant op. Geluid is goed. Oké, dat is goed om te horen. Ik vraag me af trouwens of op YouTube je 720p 60 kan hebben. Volgens wat ik gelezen heb, kan dat blijkbaar. Ik dacht zelf dat alles downconvert werd naar 30. Maar het blijkt dus dat je volgens mij 720p 60 kan uploaden. Maar dat weet ik niet. Dankjewel, Nairo. Bedankt voor het followen. Appreciate it. Sampus en Boonie, hou je doen. Hebben er nog mensen op de click to tweet gedrukt, by the way? Want dat ga ik nu dan even heel snel checken. Mehmet, bedankt voor het click to tweet. Als tenminste, of is dit nog van... Nee, dit is van vandaag. Sap, dankjewel gamer. Gamer voor Gamer Pro Base. Gamer Pro Base. Voor het gebruik van de click to tweet. Ook bedankt Yuzi from 10. From O10. Bedankt voor de click to tweet. En bedankt voor Steven. En bedankt Mehmet voor de click to tweets. Zo ja, wat was het idee ook weer? Ik heb niet geluisterd naar wat die vent zei, omdat ik de click to tweets aan het checken was. Je leert nu iets nieuws. Oké, we gaan naar buiten om van de buitenlucht te genieten. Dan moeten we weer naar binnen. Eens even kijken. You are ready to learn the final word of unrelenting force. Da. Fushiro da. 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 Dat is een lage puff. Must. Ik weet niet van welke kant ik moet lezen, dus ik lees er van beide kanten. Please. Fushirota! Oh god, what the fuck is happening? Oké, dank je. I guess. Oh shit, we doen ons wapen weer. Sup, RVL Productions, how are you doing, bro? Stand between us and prepare yourself. Oh, Lydia, hi, Chiggy. Hi. Hey, how are you doing, man? Girl. What the fuck is happening? What is happening? What is happening? What is happening? Hello? I'm scared, actually. Like, we moeten hier in het midden staan en hij gaat randomly spreuken roepen. I'm scared. Bij mij gaat het prima, dankjewel. Dankjewel, Remco. Remco? Wait. Ik begin nu volgens mij mensen door elkaar te halen. Mensen door elkaar te halen. High Hrothgar is open to you. Is het Remco? Ik begin nu serieus. Ik heb echt een stressdag vandaag en nu ben ik zelfs de naam van RVO Productions vergeten. What's going on today? What is going on? Wel, Remco. Jesus. Oh, ik scheet in mijn broek bijna. Oh, man. Fuck. Oh, man. Ik zat... Kijk, we hebben Raymond, hebben we nu Remco genoemd. Dus nu zat ik echt zo'n... RVL producer, is het nou Raymond of Remco? Raymond of Remco? Raymond of Remco? Fuck dit. Oh man. Goed dat het zo is. Goed dat het zo is. Boyd 60 FPS is wel lekker smooth. Dat klopt inderdaad.
Maar als je het met X-Split doet, werkt het voor geen ene pauper. Dat ziet er nog steeds 30 fps uit. Dus 60 fps met OBS is echt... Oh, heerlijk. Goed, waar waren we? We hebben een nieuwe Fusero-dag gedingest. Dat ging net goed. Ik zat serieus zo en ik dacht, nou, ik kan hem hier wel doen. En toen dacht ik, nou, misschien staat Lydia aan de weg. Toen richt ik op mijn paard. Ik denk, sorry, horsey. Sorry, ja, ik weet het. Het is heel... Ik heb... Oh, man. Ah. Sorry. Ja. Oh. Hij denkt serieus, fuck it, boy. Ik ga lekker over de grond heen. Ik turn the fucking kont naar me toe. Jesus Christ. Maar we hebben voor zondag. Eindelijk. Het is de echte Skyrim. Je hebt dus... Foes en Ro en Da. En dat maakt samen Foes Ro Da. Isn't that amazingly cool? Goed. Waarom is de map zo raar? Donker. Even tanden poetsen voor die andem. Is goed, Niro. Is goed. OBS is open broadcast software, inderdaad. Het is gratis software. Het werkt niet helemaal... Je kan geen videobeelden erin doen. Dus het werkt niet helemaal nice. Maar weet je, het is lekker smooth, weet je. Het is prachtig. En ik hoop dat het dus ook op YouTube zo smooth eruit ziet, weet je. 60 fps. Het zou sick zijn. Goed. Even kijken. What the fuck moeten we nu doen? We hebben dus nu de spreuk geleerd. En nu moeten we dus eigenlijk naar de Talmor Ambassador toe. Denk ik. Meet Melbourne in solitude. Waar the fuck is solitude? Oh, dat is hier. Solitude. You have not discovered this shit yet. We kunnen naar Mortal, dus we gaan daar naartoe. Peace out, Clearstar. Bedankt voor kijken. Appreciate it, man. Ik vind het awesome dat jullie er allemaal zijn vanavond. Ik heb geen flauw... De chat is een beetje weird bij mij, maar goed. Epic intro, boy. Ik heb geen epische intro vandaag. I suck. Oh, Timo gaat er ook van op. Peace out, Timo. Bedankt voor kijken. Goed. Hi. Goed, we zijn in Mordor. En dan gaan we dat kleine stukje. Gaan we wel even met paard. Even met de paard fietsen. Even met het paardje rijden, weet je. Is gewoon rechtdoor de hele tijd, dus dat komt goed. Doe een paardje, adiop. Is this language Dutch? Yes, sir. Sup, Beline? How you doing? If I'm pronouncing that right, welcome, bro. Ik speel ook Skyrim. Ik heb een Dragonstone en die wil terugbrengen, maar die togenaar die valt me aan. I don't know. Oh, crap. Goeiedag, schotel spinnen. Het zijn hele grote vandaag. De spinnen zijn groot vandaag. Dat betekent morgen mooi weer. Of zo. Dat heb ik net bedacht. Grote spinnen in Skyrim betekent mooi weer. Dus morgen wordt het mooi weer. Zeker nice. Het ziet er een beetje moerasachtig uit. Dus ik weet niet of we nu straks aangevallen worden door weet ik veel wat beesten. Oh. Hallo. Hoeveel memory? Volgens mij... Oh! Lydia. We've got company. Fuck you, krab. Oh, twee krabben. Twee krabben. Twee krabben. Sit down, krabben. Nog meer. Holy fuck, het is een krabbennest. Pak ze, Lydia. Oh, sit down, Krabby. Krabby boy. Jesus Christ. We kletteren gewoon even dwars door dat ding heen. Dat paard is echt te zwaar. Je moet echt afvallen. Oké, waar waren we? Soms heb je gewoon geluk dat je niks hoeft te veranderen. Scroll of Harmony. Pak ze, Lydia. Pak ze. Er zit een fucking mudcrab hier te kietelen. Pak ze. Oh, jeez. Ook nog grote spinnen. Ah. Grote spinnen vandaag. De spinnen zijn groot vandaag. Dat betekent mooi weer. Oké, hoe komen we hier nou fucking weer boven? Wat hier? Waar is ons... Ik wil net vragen. Waar de fuck is ons paard? Toen zag ik een enorme ass. En ik dacht echt zo van, nou, dat kan niet missen. kan niet missen. Dat is Diterto's paard. Dat is Diterto's paard. Diterto heeft een dikke ass. Dan moet zijn paard ook een dikke ass hebben. Komt goed. Oké. Ik dacht eigenlijk dat we de verkeerde kant op gingen. Maar we gaan de goede kant op.
Ik ga lachen als Boy the Giant Frost Spider tegenkomt. Laten we hopen dat ik die nooit tegenkom. Laten we hopen dat ik die nooit... Ik haat spinnen. Ik haat spinnen. Goed, we volgen gewoon de route. Bakchips, groot glas cola. Enjoy, man. Enjoy. Your perfect Monday evening. Doe je wapen naar beneden? Hoezo? Tjik-tjing. Oké, volgens mij zijn we er. Volgens mij zijn we er. Kan ik niet in first person rijden? Moeten we dit zwemmen of kan ik dit nog te paard doen? Volgens mij is het daar. Oké, oh, hier is een brug. Never mind, never mind. Never mind. Boyd, grote spinnen. Mooi weer. Precies. That's it, man. Oh, hierboven. Holy fuckeroni. Ik dacht, dit is het, weet je. Ik dacht zo, nou, wat een kutstad is dit. Dun, dun, dun. En dan pakt hij meteen weer zwaard. Ga de Ender Dragon attacken? Minecraft. Minecraft. Sup, Jessica. How you doing? How are you doing, girl? Nou, dit keer kan ik niet how you doing, bro, zeggen, want het is how you doing, girl. How you doing? Of het is een bro. Jessica is een bro. Nice. Dat zou helemaal nice zijn. How you doing, Jessica? I'm doing fine, boys. Dat zou zo insane zijn. Kunnen we hier überhaupt naar boven? Of zit ik nu gewoon... fucking hell. How you doing, Boyd? Volgens mij... Ik sta hier maar een beetje te trippelen, maar... Oh! Niemand heeft het gezien. Niemand heeft het gezien. Het ging helemaal vlekkeloos, zonder problemen, ging het doorheen. Tenminste, ik denk dat we hier naar boven moeten, right? Of niet? Oké, daar gaan we niet langs. We moeten oppassen dat we niet randomly doodgaan. Welkom back, Daan. Welkom back, bro. Sup, Lydia. Weet jij de weg, Lydia? Look at my horse. My horse is amazing. Exactly. My horse is amazing. Bitches love horses. Goed, we gaan gewoon de rivier oversteken. We zien wel of we hier dan de berg op kunnen. En dan komen we er vanzelf, denk ik. Dit ziet er niet echt uit alsof ik hier nou even 1, 2, 3 naar boven kan klimmen. Just saying. En ik denk ook niet dat we dit even zo 1, 2, 3 kunnen gaan zwemmen met ons paard. Oké, toch wel. Fuck it. Fuck it, we kunnen het gewoon. Het beeld is soms slecht bij mij. Interesting. Ik vind het awesome dat ik een steady 60 fps heb. Een steady 60 fps. Ik hoop niet dat jullie laggen bij 720p plus eruit, boy. Laat het hopen van niet. Just draw flying horses. Oh, there we go. We zijn in ieder geval aan de overkant. Dus nu nog even naar boven en dan komt het wel goed. YOLO! YOLO! Hey, boordje, maak mijn dag, maar dat is hartstikke mooi. Want jullie maken mijn dag, to be honest, goed. Want ik had echt een stressdag vandaag, dat wil je niet weten. En weer even lekker... Ik had, to be honest, helemaal geen zin om te streamen. Omdat ik dus zo'n stressdagje had. Iedereen heeft er wel eens maandag... Kutste dag van de week. En dan is dat ook nog een stressdag. Dus dan, ja. Dus zo'n streampje maakt het dan wel weer fucking goed. Is hier een draak of zo? Dat hier een rare, random... Oh, dat is gewoon opstuivende sneeuw. Wat eruit ziet alsof het een of andere geesten draalzadel is. Gaan we eigenlijk wel de goede kant op, vraag ik me af. Ik vraag me af of dit goed is. Maar, weet je, you never know. You just never know. Dus we zien wel. Of we op een of andere manier hier naar boven zouden kunnen, dan zou ik dat heel erg fijn vinden. Oh, goddammit. We hebben de Monday overleefd, guys. We hebben de goddamn Monday overleefd. Protect the tables. I'm flipping tables. Kunnen we hier ergens naar boven, alsjeblieft? Dit ziet er allemaal fucking stijl uit. Het ziet er wel mooi uit. Geef toe. En dit is dan nog met die... Dan niet eens met al die mods. Want ze werken niet.
It's pretty insane. I got to say. Pretty insane. Het is dag en dan ziet alles er sowieso mooier uit. Morgen laatste keer leren. Succes attribute. Met je examen. Wie de fuck is dat? Is dat een enemy, bro? Hij heeft best wel aardig wat mensen vermoord. I got to say. Goeiedag, meneer. If you are not here to grant me a good death, then you can leave. A good death? Yes. Were I to simply lay down and die, it would not please Malekith. Waarom wil je ook weer dood? My time has come. I am old. Too old to become chief. It would be wrong for me to take wives at this age. So I will die. What? It's given me a vision of a glorious death. I am to wait here. Fucking depressief, man. Fucking depressief. See, it is not yet arrived. Zijn mijn pony er nog? Oh, sorry. Ik kan je dood maken als je dat wil. Perhaps. Are you sure about this? Misschien ook niet, you maar... Leave. I don't want you scaring off my good death. You should leave. En dan loopt hij zelf weg. Oké, whatever. Goed, ja, ik wil hem niet vermoorden. Whatever, bro. Het is een random org. Laat Lydia het maar doen. Ga maar. Lydia, pak hem. Ik kijk wel niet. Ik kijk wel niet. Oh god. Oké, whatever. Die gast wil zelfmoord plegen. Wat een depressed guy. Goed, ik denk dat we hier... Oké, wait. Wait. Wat staan er op de bordjes vandaag? Dragon Bridge. Dragon Bridge. Solitude. Solitude. Dragon Bridge. Ik denk dat we uiteindelijk er wel komen. Uiteindelijk. Staat hier Solitude? Solitude, die kant op. Oké, blijkbaar moeten we dan dus die kant op. My little pony. My little pony. Ja. Dus uiteindelijk zouden we dan dus bij de goede kant... Eigenlijk ben ik verkeerd gereden. Gevaard. Gelopen. Peace out, Koen. Bedankt voor het kijken. Eens even kijken. We gaan... Dan dus blijkbaar... Hier is een cave. Is het de bedoeling dat we de cave ingaan? Ik denk het, to be honest, niet. Ik denk het, to be honest, niet. En zeker niet zonder paard. Want ik wil een paard houden. Ik wil een paard houden. Peace out, Pixel. Maar please chill down met de caps, bro. Please chill down. Maar peace out, man. Fijne avond. Ik vond het awesome dat jullie er allemaal waren, by the way. Awesome. Goed. We volgen gewoon de route en we kijken wel waar we langs komen dan. We zien het wel. Sup Dutch, how you doing? How are you doing, bro? Even kijken. We moeten op een of andere manier... Oh, wait. We kunnen hier een beetje naar boven. Tenminste, hier lijkt het alsof we een beetje naar boven kunnen. Het gaat hem niet heel gemakkelijk af, maar het werkt. Een beetje. Dit ziet er wel best wel fucking gevaarlijk uit. Maar fuck it. We komen er wel. We komen er wel. Fuck it. Fuck all the bitches. Fuck all the logics ook, weet je. We gaan gewoon compleet uphill. Bijna. Het is meer dan een 90 graden hill. En we gaan gewoon even straight omhoog. Oké. Don't suicide on me, bro. Ik weet totaal niet waar ik voor het laatst gesaved heb. Really? Really? Was dit waar ik het laatst gesaved heb? Dat is een best wel eentje weg. Oké, nog een keer. Fuck my life. Fuck my life. Oké, save. Let's do this. Dead horse, man. Dead horse. Even kijken.
Ja, nu moeten we dus in één keer eigenlijk de goede route vinden. En ik denk dat dat eigenlijk zo is. Maar goed, we zien het wel. Whiterun Stables. Whiterun... Fuck it. Fuck it, standetje. We gaan zelf. Fuck it. Fuck die stables. Dat is te makkelijk. We gaan de mannelijke route. We gaan de goddamn mannelijke route. Fuck the goddamn Whiterun Stables. We gaan gewoon zelf. We gaan zelf. Ha! We zijn die Terto. We zijn die Terto. En die Terto die luistert niet. Die Terto doesn't approve. Wij gaan niet via de Whiterun Stables. We gaan fucking zelf. Oké. Gewoon de weg volgen. Niet afgeleid raken, boys. Yup, standetje. Yup. De hele stream. Tot 10 uur. Zal gaan tot de race to solitude. De stream is tot 10 uur. Ezio, brother. Ezio, brother. Ezio. Oké, ik denk... Leuker om te exploren. Precies, ik hoop het. Ik hoop dat het het waard was. Ik hoop dat het het waard was. Exo, please. Vertel me niet wat ik moet doen. Vertel me niet wat ik moet doen, bro. Don't backseat game. Oké, ik denk... Zie, hier loopt gewoon een pad. Hier loopt gewoon een goddamn pad. Vertel me niet wat ik moet doen. Mijn staart glitst een beetje, maar dat maakt niet uit. Het is gewoon een pad. Fuck. Al die tijd dat ik heb omgereden, was er gewoon een pad. Jullie hebben niks gezegd? Just kidding, bros. Just kidding. F5 voor de save. Dan zijn we in ieder geval daar. Can I have your babies? Of course. J.K. Of course, man. You can have all of my babies. Oké, goeiedag meneer. Goeiedag. Just chilling around. What the fuck? It's a magician! It's a fucking magician! Ik kom helemaal vanaf daar. Gerend hier. Naar boven. En zij komt gewoon even randomly vanaf daar. Ze komt al gewoon uit de stad. Zo, ja, ik heb al 20 miljoen kleren gekocht. Ik heb al een huis voor ons gekocht. Ik heb al een trouwring. Ik heb een trouwring besteld. Ik heb al de kerk geregeld dat we gaan trouwen straks. Ik heb al kleren gekocht. Trouwjurk. Wauw, Lydia. Thanks. What the actual fuck. Goed. Ik heb nog een trouwring gekocht. Overattached girlfriend Lydia. Sup Mini Pete, how you doing? Welkom bij de stream, bro. Goed dat je er bent. Goed dat je er bent, bro. Oké. We zijn er. Ons pad naar solitude is dan eindelijk klaar. Nice. Nice. Klop, klop. Welkom in solitude. Ze is een beest in bed. Solitude discovered. Tell them he didn't do it. Positions. Far you need to go home. Go home and stay. Wow, hier is mijn FPS wel ballsy ballsy Ronnie. Ik weet niet wat voor stadje dit is, maar nice. You should tell her that her uncle is straight up betrayed. Best she know now, Advar. They're all hard, Rogvir. Wat gaat er gebeuren? Ulfric Stormcloak escaped the city after he murdered hiking Tori. Ik moet even kijken wie er praat hoor, maar. Ulfric, you betrayed the people of solitude. He doesn't deserve this. Traitor! Liar. He beat the High King in fair combat. Such is our way. Such is the ancient custom of Skyrim.
and all Nords. Boo! Boo! Die! 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 You don't have to fucking run a Skyrim on a Mac. That's the whole point. But welcome, Marathon. Yeah! Sit down! Oh, Jesus! 07! 07! Oké, we pinnen hem. Goed, dat was genoeg entertainment. Waar zijn we? We zijn bij... Winking Skeever. Sure, man. Sure, man. Hey, wie is deze dude? Need something? Eigenlijk wel. Our mutual friend sends me. Hoe weet ik, hoe de fuck weet ik dat Melbourne dit is? Really? Here's the deal. I can smuggle some equipment into the embassy for you. Don't plan on bringing anything else in with you. The Thalmor takes security very seriously. Uh-oh. We gaan drugs smokkelen. I'll make sure to get it into the embassy. The rest is up to you. I'm ready. Okay, I'll get this inside the embassy for you. I've gotta go. I'll find you at the party. Don't worry. Wat moet ik smokkelen? Ik heb hem niks gegeven. Wat moet ik hem geven? Oh god. Volgt hij mij? Maar hij peert hem. Oké, okay, whatever. Yeah, whatever. Raiders. Shut the fuck up, bro. Shut the fuck up. Your job is to get... Inderdaad, back off, bro. Fuck. New in town, right? If you need a place to sleep, head over to the Winking Skeever. En dan in één keer... Oké, okay, sorry, ik stond in je private space. Oké. Okay. Oké. Okay. Geen spoilers, mensen. Geen spoilers. Dat maakt de game een stuk minder leuk. En dus de stream. What the fuck moeten we doen? We moesten dingen smokkelen. How did he get 60 FPS? Just get a decent PC, I guess. Update some drivers. Lopen. Is dit een escort missie? Let's escort. Oh shit! Oh shit! Oh crap! Fuck! Ik sloeg op ongeluk. Oh crap, oh crap, oh crap! Nee, 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 nee! Okay, fuck it. Come at me, bro! Fuck you, solitude! Solitude guard! You son of a bitch! You son of a bitch! You son of a motherfucker! Huh? What you gonna do? What you gonna do? Sit down, bro. Oké, okay, wacht maar tot ik van dit paard af ben, bro. Wacht maar. Oké. Okay. 40 gold is niks. Dus whatever. Ik betaal 40 gold. Sure, man. Ik peer hem weer. Ja, 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 ja. Peace out. Oepsie. What could it mean? The return of the Dragonborn? And who among us could possibly hold that honor and such power? Ja, precies. Dus ik heb net al je vriend in elkaar getimmerd, per ongeluk. Any mods? Die thingy. Die UI mod thingy. You might want to rethink that. You're missing out on some wonderful opportunities working in that bar. Oké. Doen we hem nu opnieuw? Save, quick save, oké. Okay. Ik heb nu geen flauw benul of we nu de missie nog kunnen halen of dat ik gewoon fucked ben. Volgens mij ben ik fucked. Maar goed. We zien het wel. Die gast die wil nooit meer met me werken. Zullen we zien? Nog... is het weer net zo goed als altijd? Wel, vandaag is een beetje stressdagje, maar oké. Okay, whatever.
prima verder. Prima verder. Ik hoop dat hij het me kan vergeven. Maar in ieder geval toen ik hem... We gaan eigenlijk de verkeerde toren binnen. Dit is niet onze toren. Hi. Ja, sorry meneer. Sorry. Dus waar moeten we hier in? Niet. Nee, hier moeten we dus ook niet in. Waar de fuck moeten we naartoe? Kom op, kom op. Ah. Goeiedag mevrouw. Oké, sorry, Jesus. Ik denk dat je boos werd. Oké, hi. Hi! Well, about that. Ik heb misschien een beetje ruzie met Melbourne. Sorry. Sorry. Ik lieg wel tegen hem. Ik zeg wel dat ik hem al de spullen heb gegeven. Maar eigenlijk, gewoon complete ruzie met hem. Which means you need to look the part and not be armed to the teeth. Here, put this on. When you're ready, I'll keep the rest of your gear safe. Party boots. You'll only have what Melbourne smuggled in for you, plus whatever you can pick up inside. Dead face. You can't go to a party at the Thalmor embassy dressed like that. Sorry. Jesus, wat heb je me nou gegeven? Party. Party crap. Kan ik zo wel? Looks much better. Wow. Wow. Dude, ik ben super mooi. Wat heb ik? Ik mis nog iets. Ik mis iets. Zoals de vrouw zou zeggen. Party boots, party clothes. Moet mijn helm af. En die, en die. En mijn schild. Peace out, Little Little King. Bedankt voor het kijken. Embassy dressed like. I guess that will have to do. You should pass for a real guest, at least until you open your mouth. Ready to board the carriage to the embassy? Jazeker. I'm fucking ready. I'll be waiting for you when you get back. Just make sure you get back out of there alive with the information we need. Good luck. Oh god, it's happening. Mijn staart komt dwars door de fucking ding heen, maar fuck it. Fuck it. Fuck it. Oké, okay, we zijn er. A fellow latecomer to Ellen's little soiree. Ga je me nou al beginnen? My lateness is due more to getting lost on the way up this godsforsaken mountain than any desire to act. Dude, shut the fuck. I don't seriously give a fuck. Hi. Your invitation, please. Here you go. Thank you, sir. Go right in. Okay. Ik mag meteen naar binnen. Nice. Here's my invitation. Ik loop heel casual, loop ik naar binnen. Ik heb Melbourne boos gemaakt, maar dat maakt niet uit. Ik vind dat het wel goed gaat. Hi. I don't believe we've met. Sorry. I am Ellen Wynn. Okay. Eigenlijk boeit het me geen ene fuck. My name is Diterto. Pleasure to meet you. Ah yes. I remember your name from the guest list. Yeah. Tell me more about yourself. What brings you to this? Ik wil alleen maar infiltreren. It's just that we've run out of the Alto wine. Do I have your permission to uncork the Arenthia Red? I've told you before not to bother me with such trifles. Yes, Madam Ambassador. Jesus, zij is echt een bitch. We'll have to get better acquainted later. Precies. Enjoy yourself. Komt goed hoor, komt goed. Ik ga me helemaal kapot partyen, drinken. Woo! What can I get for you, sir? I'm ready. Of course. Let me see if we have another bottle of that. I'll be waiting by the door for everyone to be distracted. Okay. Is goed. Bedankt voor de drank, meneer. Okay. Daar gaan we. Daar gaan we. Wat? We saven hem. We saven hem heel snel. Jongens, Exo bijvoorbeeld. Ik hoef niet te weten wat de fuck ik moet doen.
Behalve als ik erom vraag. Ik hoef geen backseat gaming. Ik hoef geen hulp totdat ik erom vraag. Het is... Het zal enorm saai zijn als ik hem in één keer zou halen zonder ook maar te of iets anders. Dan zou het geen fuck aan zijn. Om naar te kijken. Dus ik doe gewoon mijn ding. En jullie doen gewoon je ding door een geweldige chat te zijn. Dankjewel. Amen. What can I get for you, sir? I'm ready, sir. Hoe distract ik ze? Wat is het idee? Wat is de plan? Wat is die plan? Create distraction. Moet ik gewoon met ze praten? Please, help yourself to more wine. One of my main... Actually, I don't give a fuck. Ellen Wynn always throws quite a party. Okay. You there, serving girl. What's your name, dear? Oh, fucking veel voedsel. Holy balzeroni. Lekker, lekker. Ik moet distraction doen. Oh, wait a second. I'm sorry, sir. I'm on duty. Prachtige speech. Thank you, sir. Was there anything else I could do? What can I get for you? Ik wil graag wat drinken. Finest Colombian brandy. Is there anything else I can get for you? Yes, sir. Of course. Let me see if we have another bottle of that. Ik ben ready. Waiting by the door for everyone to be distracted. Ik ben inderdaad ready. Maar ik wil iedereen distracten, maar ik weet niet hoe. Ik zou mijn zwaard willen pakken en dan... Please, help yourself to more wine. Ik heb zojuist een pot gejat. En nobody gives a fuck. Hi. Steal alles! Steal alles. Gewoon alles stelen. Ze vinden het dan niet erg. Hi. Wow, hoe doet ze dat? Dat wil ik ook. Hoe de fuck speelt zij zonder... Zij is scary as fuck. Ze speelt zonder ook maar iets te moeten... Oké, hi. What does a fellow need? Allow me to introduce myself. You must be new around here. Jazeker, wie ben jij, bro? But I, and if you want to do business, I actually don't give a fuck. Here, I bought you a drink. If there's anything I can ever do for you, do not hesitate to call upon me. Hij is nu al dronken? Your wish is my command. Nice. As long as it doesn't involve... Welkom, Black, how you doing, bro? What's up, Boogie Bear? How you doing? Mitrian, welkom. Welkom terug. Hoe gaat het met jullie allemaal, jongens, op deze prachtige mooie maandag? Hi. Wat een scary wijf. Holy fuck. Look at that face. Having a good time? Kind of scary. There are words spoken and words unspoken. Beware these. My friend. You must be, but I have, and if you want to do business in, you must be, but I have, and if you want to do business in temp, of course, I, is that all? I need you to cause a scene. You've come to the right person. Get everyone's attention for a few minutes. Stand back and behold my handiwork. Uh-oh. He stepped at the door. Attention, everyone. Could I have your... Ik heb geen flauw benul wat hij gaat doen. I propose a toast to Ellen Wynn, our mistress. What are you doing? I speak figuratively, of course. Nothing could be more unlikely than that someone would... Let's go. Okay. Doe de deur dicht. Nice. Ik heb hem al voor dicht gedaan. Retrieve your gear. So far so good. Kijk, waar zit hij nog iets klaar? Even kijken. Retrieve your gear. Mag ik mijn gear terug, meneer? Oh, hi. Oh, dat is helemaal niks.
Ik heb mijn gear niet meegenomen. Omdat ik het niet aan hem gegeven had. Fuck! Ah, dat is mijn stem zo over. Ah. Kom vechten dan, bitch. Savani? Huh? Ik ben ook een goddamn. Precies, dat dacht ik dus ook. Okay. Retrieve your gear. Alsof ik weet waar de fuck mijn gear is. I'll lock the door behind you, okay. Did you see those robes you're on your own this morning? Who are they with? More of the emissaries treaty in force. Oh god, I'm scary as fuck. What the fuck moeten we doen? Okay, wacht even. Save. We saven him. Quick save. There you go. Search for information about the dragons. Hallo? Ah, good. I've been wondering how we were supposed to defend this place from a dragon. If a dragon does show up, maybe we'll get lucky and it will eat the mages first. Might give us enough time to kill it. Ha! I'd like to see those arrogant bastards taken down a notch. Always looking down their noses at us lowly foot sloggers. Well, we'd better get back to our route. Oh shit, Skoma. Ik hoor er een. Ik hoor er een rechts van me. Oké. Fair enough. Oké, daar staat één. Holy fuck. Oh. Oh, nee. Ik heb klauwen. Oh, waarom raak ik ze niet? Rennen! Rennen, Boyd! Rennen, waarom buk ik? Oh nee! Oh nee, 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 nee! Ik suck in deze game. Hoe de fuck kom ik daar ooit langs? Fuck my life. Zit hier nog iets belangrijks in? Well, we better get back to our rounds. I'm scared. Oh god. Oké, meneer staat daar. Dus misschien dat ik hier naar boven kan sneaken. Zonder ook mijn enige probleem. Oh no 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 no. Jullie weten niet waar ik ben. Jullie weten het niet. Jullie weten het niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Fuck. Ah, nee. Oeh. Oh, nice. Ik ben niet gezien. Oh, langzamerhand. Oh, hij staat hier. Oh, hey, ik ben undetected. Nice. I'm going to find you. Oh! I'm going, bro. Peace out. Dat was insane. Holy fuck. Oké, deze kant op. I'm scared. Oh, holy fuck. Oké, ik ben nog undetected. Nice. Oh, crap. Detected? Hoe? Oké. Terug naar binnen.
En weer naar buiten. Dankjewel, Boogiebeer. Holy fuck. Hoe de fuck detect hij mij? Oh, no, 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 no. Oh, fuck. Oké. Ja? Ik ben stil. Oh, god. Ja. I don't know. Who the fuck? Okay, whatever. I'm going, bro. I'm gonna fuck you up, bro. I'm gonna fuck you up. 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 I'm gonna fuck you. Fuck you. Yeah, dat doe ik zo. Dat doe ik straks wel. Oh god, dang it. Ja, jammer. Ik ben ook bezig. Sit down, you mother. Ja, doe straks wel. Ik ben bijna klaar. Jesus. Fuck you. Fuck you. Ik weet het wel niet. Oh fuck. Ah. Ik ben al een. Fuck! Oké. Oké, we gaan terug. Oké, ligt die gasten te spelen. Oké, we rennen gewoon. Fuck it. Oh shit, hier zijn nog meer mensen. Ik heb geen spul. Ah. Nee. Ah. Oké, we zijn best over terug. We were back om mijn zusje te zeiken over dingen. Fuck it. No one else has brought you such valuable information, have they? Etienne, he's talked, hasn't he? He knows where that old man is you're looking for. He told me himself. You'll get the rest of your money when we confirm his story as agreed. So he has talked. Hi. Ben je benieuwd naar Battlefield 4? I don't know. Eigenlijk, to be honest. Oh god. Hij zak, rennen. What the fuck heb ik gedaan? Oké. Niemand ziet me. Nee. Oh, hij me. Zo heb je af en kracht hij doen. Ik wist het al niet waar ik was. En ik kom terug en ik denk, ik zet hem gewoon op rennen. Oh, nee. Kapper, you son of a bitch. God damn you. Oké, ik ben weg. Sorry meneer, ik wist niet dat je boos werd. Oh, meneer kan hier niet komen? Kom dan, jongen. Oh shit, hij komt. Hij komt wel.
Darn you, son of a bitch, son of a motherfucking mother, son of a mother. Ow. Whoopsie! Whoopsie! Peace out, Dickies, bedankt voor het kijken. Shit, ze zien me niet. Oké, nu gaat het goed. Oké, hier gaan we even healen. Hoe detecten ze mij? Ik ben er niet. Fuck! God dang it. Ik weet niet waarom mijn stem steeds overslaat als ik een beetje wil schreeuwen ofzo. Kom weer in de puberteit. Nice. Oké. Is hier iets? Potion of haggling? Geen flauw benen, want dat is glow dust. Oké, weet je, we gaan gewoon iets eten of zo, weet ik het wat. Potions? Is dat de enige potion die ik heb? Oh shit, ik heb natuurlijk helemaal niks. Fuck! There we go. Peace out, mini-paper, bedankt voor het kijken. Is that it, Kissa? Shall we loose his bonds and put you in a cell together? Ik heb helemaal niks. Ik heb helemaal niks. Oké, ik sluip wel gewoon naar boven. We zien wel wat er gebeurt. Wacht even, ik moet waarschijnlijk met beide. Ah, shit. Beide handen wil ik gaan slaan. Fuck! Gebruik magic? Wat voor magic heb ik? Het enige wat ik heb is Foos Roda. Oh man. Holy fuck! Ziet hij mij nu al? Oh god! I died. Oh nee! Really? Really? Is dit niet mijn beginpunt? Oh Jesus, son of a motherfucker. I'm gonna die. Oh Jesus. Oh god. Fuck. Ik heb fire. Seriously? Ik heb fire? Oké, we draaien om, we gaan terug. Oké. Goed. Detected. Oh shit! Oh fucking hell! Rennen! Oh, deze dude. Steel daggers. I'll take it. Oké. Hey! Steel dagger, equip. What you gonna do, bro? I'm just gonna heal up real quick en dan kom ik over terug. Oké, ik doe 0 damage, Ah! Give me that armor, bro. Give me all of your armor. Fuck, ik doe het nu terug. Dat is niet de bedoeling. Oké, kom nu maar, bro. Come at me right now. Okay, fair enough. Okay, redden, meteen naar het lijk met die gasten dingen. Stop kill and try doen. Oh, rennen. Heel.
pick up that guy's stuff. Steel dagger, arrows, bla bla bla. Oké, druk op I, equip. En nu gaan we knokken, bro. Nu komt het. Nu komen we erop aan. Moment van de waarheid. Oh crap. Door wat word ik geraakt? Oh wow. Come at me, bro. Oh shit, ik verlies het nog. Push erda. Ik denk dat ik nog beter met mijn klauwen kan gaan slaan. Of met fire of zo. Waarom buk ik? Ik wil slaan. Blijf zo staan alsjeblieft. Yes! Oké, wat heb jij voor een fucking wapen? Je had een dik wapen. Steel dagger, twee steel daggers, bitches. We got this. Langzamerhand komen we er wel, jongens. Sing. Oh, Jesus. Oké, dat moeten we wel oppassen. Chill down, guys. Chill down. Oeh. Oh, Jesus, naked guy. Oh, God. Oké. Oh, shit, we worden beschoten. Oké, we moeten nog even snel healen, denk ik. Healing. Oké, terug naar... Welke favorite? Oké. Here we go. Kom maar op, jongens. Ik ben Dieter To, de prins van... Lalalala. En ik kom jullie vechten. Ik kom jullie strijden. Pam, pam, pam. Uiteindelijk komen er, jongens. Is dat misschien niet de juiste... Oh shit. Ik hoorde niks, hoor. Ah! Oké, we rennen. Stoppen. Kom, take the cheese, take the bread. Drink the wine. Drink alles. Ik ben bang. Oh god. Oh, fuck the bitches. Fuck the fucking bitches. I got this. Welkom Pontus, how you doing, bro? How you doing? Dat vind ik awesome. Oeh. Holy fuck. Lekker slapen, just get some. Lekker slapen. Holy. Pooperoni. Oké, okay, F5. We hebben in ieder geval quick save. Dus we kunnen nu alles doen wat we willen. Hallo? Is daar iemand? Hallo? Ik hoor iemand lopen. Lekker slapen, pizzapper. Bedankt voor het kijken, bro. Oké. Waar moeten we heen? Laten we dat als allereerste... Eens even checken. Hij moet hier ergens zijn. Ik hoor hem. Of is dat hier beneden? I don't even know, maar goed. We doen hem rustig aan. We doen hem stealthy. We zien wel wat er gebeurt. Shit. Shit. Fushroda. Twee wachters tegelijk. Fuck bitches. En dan ook nog die gast daarboven. Fuck jullie allemaal. Ik ren gewoon dwars door de deur. La la la. Ik dacht dat het een deur was. Het was een kast. Oké, we zijn er.
Stop in, hoor je bij Lars, hoe je doen? Oké, okay, nice. We zijn weer buiten? Wauw, oké. Okay. Whatever. Safe. We did well, man. Hey, lekker slapen, just play nice games. Lekker slapen, bro. Oh shit! We zijn weer waar we waren. Wie is dat? Lydia? Lydia! How you doing, Lydia? Die, you mother son of a bitch. Son of a motherfucking son of a mother gisser. Sit down, son. Waarom loop ik ook alweer? I don't know. Lydia, pak hem. Pak hem, Lydia. We huffen hem helemaal in elkaar. Fuck you, little deer. Ha! Sit down. Sit down. Dankjewel, Boogiebeer. Appreciate it, man. Appreciate it. Maar please, don't spam it. Please, don't spam. Oké, wat zit er in deze chest? Alles. Alles is belangrijk in deze chest. Alles. En nu? We hebben wat we nodig hebben, en nu? Nu peren we hem gewoon weer, alsof er niks gebeurd is? Nice, I like that. I like that. Gewoon doen alsof er niks gebeurd is. Gebeurde. Pretty. That's a pretty thing. Stop kill and draw, doen. Omdat je tenminste reageert op onze chat. Bij Skyrim is dat misschien nog wel het minste. I don't know why, maar de story heeft echt veel... Gebeurt veel shit in de story. Awesome. Peace out, Pontus. Fijne avond. Fijne avond, bro. Wat is eigenlijk nu het doel? Wat weer? Search for information about the dragon's returning. Ik hoef helemaal niks meer te doen, ofzo? Laten we maar gewoon gaan. We horen je niet. Kching! Kching! Waar ga je wel? Alle huizen lijken serieus hetzelfde hier. Sing! Hiya! 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 Push it down! Push it down! Fus! Dan heb ik nog tijd om even damage te doen. Auw! Sit down! Sit down! Hoe laat is het eigenlijk, by the way? Shit, het is al fucking 10 uur! Holy fuck! De stream duurt tot 10 uur. In ieder geval de Skyrim stream duurt tot 10 uur. Maar misschien gaan we nog wel even wat anders doen. Awesome. Het is... Je wordt volgens mij wel echt beloond in deze game als je... Gaat fucking onderzoeken naar wapens en shit. Dus ik denk dat we nog even rond gaan blijven kijken in dit huis. Van... Hoe blok ik eigenlijk? Pak er gewoon. Fuck it. Fuck de blokken. Sit down, bitch. Jesus. Lots of lots. Oké, als je nog even rondzoekt, dan vind je soms wel eens wel leuke dingen hier, volgens mij. Ik ga niet tot 2:30 door, want ik moet morgen gewoon weer naar school. Maar misschien kunnen we wel een lekker latertje gezellig voor maken. Wat? Requires a key. Oh, hi there, bro. I'm gonna get the fuck... Oh, shit. Hij doet damage. Son of a bitch, motherfucker, son... Oh, god. Oh, god. Oké, okay, snel jongens. Even snel een potion. Gewoon voor de lols. Oh god. Dat gaat als een malle. Oké, okay, nice. Shing. Come at me, bro. Ik ben weer helemaal geheeld. Come at me. Come at me, bro. Come the fuck at me. En wagen door die deur te gaan. Eet ik je fucking op van binnen. Ik lag heel soms en is geen geluid. Ai, dat is best wel... Het was toch best wel blurry als er iets gebeurt. Maar goed. We hebben in ieder geval wat we moeten hebben. Dus ik denk... Ik denk dat we naar buiten gaan. En hem gewoon gaan peren. Waar is Lydia in de tussentijd eigenlijk geweest? Lydia! Waar ben je? Trut. Bitch slap, bitch. Ja, oké, fair enough. Ik heb dus die dragon investigation thingy, mijn bobbers. Oké. Mijn naam stond erop.
Holy shit. Ah, nog meer dingen lezen en zo. Oké, interessant, interessant. Yep. Nice, ja. Super interessant allemaal. Super interessant. Er zitten serieus gewoon boeken in deze game. Nice. Hebben we nu gelezen wat we moeten lezen? Want we hebben een sleutel ergens voor trouwens. We hadden ergens een sleutel voor. Interrogation chamber. Hoe weet ik nou welke key ik nodig heb voor welke key? Peace out, Bas. Bedankt voor het kijken. Appreciate it, man. Ik vind het allemaal awesome dat jullie waren. Of zijn nog steeds eigenlijk. Appreciate it, guys. Ik kan hier niet naar binnen. Geen flauw benul waar ik naartoe moet. Oh, wacht eens even. Ik moet deze kant op. Ik moet deze kamer in. Ergens. Ik moet ergens naar links. Een kamer in. Deze kamer moet ik in. It's required a key to open. E to use. Oh no. Oké. Dan moeten we dus een andere sleutel zoeken, denk ik. Maar we moeten hier... Of zit het in deze verdieping? Wait. Zitten we wel op de goede verdieping? Ah! Oh. Thanks, EA. Thanks, fucking EA. Peace out, Noah de Zwart. We zijn zo klaar met de stream. Ik ga nog even deze missie afmaken of zoiets. Nog even de laatste dingetjes, de laatste puntjes op de i zetten. En dan is deze aflevering van Skyrim alweer voorbij. Aww. Echt vervelend. Echt vervelend. Oké, moet hier dus onderlangs. Als dat maar goed gaat. Oh, sick! Je kan hier dus daadwerkelijk onder. Nice. Hallootjes! Auto-saving. Oh shit, het wordt nog spannend ook. We gaan nog verder de fucking stad in. Uh-oh. Hallo? Oh, we moeten nog een... Oh shit, er stond iemand. Fuck, er stond iemand. Oké, pak er snel de stuff. Oh, come at me, bitch! Son of a mother, stop met die fucking fire spreuken in het uit. Jesus Christ, kun je niet vechten zonder? Fuck her, Lydia. Beat her. Beat her totally in each other. So gay. Oké, en we hebben nu dus een... Oh, dat is best wel nice. Ja. Ja, de andere keer. Ik wil hem eigenlijk in mijn rechterhand hebben. Dank je. Dank je. En dan die steel dagger in mijn linker. Ja! Oké. We hebben nu dingen. Nu moeten we gewoon eruit of zo? I don't know. Morgen belangrijke toets. Succes, Nero. Succes met je toets, bro. Wat hoor ik? Ik hoor iets. Ik hoorde toch echt iets. Wat heb ik net opgepakt? What the fuck? Geeft die Lydia beter armor? Fuck dat. Ze moet haar back houden. Ze moet in de keuken staan. Jesus Christ. What the fuck doet ze hier überhaupt? Appreciate it hoor. Appreciate it. Appreciate it. Wie de fuck hoor ik kreunen? Oh wait, er zit iemand in deze... Hallo? Oh hi bro! I told you. I don't know anything else about it. I'm not here to torture you. Who? What? What are you? No time to explain. Get the fuck out of here. Okay. Come on. This way. I've seen the guards use it to get rid of bodies. It must lead somewhere. I saw guards dragging bodies over here. Might be a way out. You may know something important. If it helps you twist them up, I'm glad to help. They're after some. I've seen a... Blah, 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 blah. Let's get out of here. Ja. Kom maar, jongen. Blijkbaar moesten we dit doen. Blijkbaar moesten we dit doen. Sup, Duro, how you doing? Ik wist eigenlijk totaal niet dat... Oké. Sure. Sure, man. Listen up, spy. You're trapped in here, and we have your accomplice.
Surrender immediately or you both die. Never mind. Silence, I'm traitor. Dead already. Move. Get him. Slowly. Oh crap, ze zijn iemand in elkaar slaan. We moeten hem helpen. I'm coming, bro. I'm coming. Oh, Jesus. Oh, die, you mother son. You son of a bitch. Oh, shit, dit is een enemy. Ik dacht dat het Lydia was. Lydia, help. Sta er niet zo te staan. Help me. Fucking downy Lydia. Die staat er gewoon even te chillen, weet je. Die zegt gewoon... Hi, ik ben Lydia. How are you doing? Shut the fuck up! Oké, deze gasten hebben dus ook nog wat keys, blijkbaar. Die wel handig kunnen zijn. Nice. Oh, Jesus. Oké, deze kant op. Holy fuck, kijk hoe... Oké, whatever. Whatever! Oh shit, die gast had nog money. Fuck. Ik denk dat dit een mooi punt is om te saven. Dat we in de vorige aflevering verder. Goed jongens, bedankt voor het kijken. Druk allemaal even die like knop als je het leuk vond. Dat is alleen voor de mensen die natuurlijk op YouTube kijken. De stream gaat gewoon door. Maar voor YouTube houdt het hier op, want de Skyrim is voorbij. De volgende aflevering komt volgende week maandag op de stream. Vanaf 8 uur weer. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Peace out.